Breda nu. Je weet het meteen. Rotary Club Breda West zet zich al vele jaren in voor de gehandicapte medemens. Ook nu is er geld beschikbaar gesteld voor een drietal projecten. In het Masbos is een rolstoel-picknicktafel geplaatst. Aan de stichting BAS is een sportrolstoel aangeboden. En een tweetal racerunners is aangeschaft voor de atletiekvereniging Achilles uit Etten-Leur. We beginnen met Harry Zwart uit Teteringen. Die moet elke week naar zijn werk gebracht worden, vier keer per week. En we kwamen in contact met hem 10 jaar geleden. En toen bleek inderdaad dat dat wel eens problemen gaf zoals het ging. Toen hebben wij gezegd, weet je wat, we gaan dat echt goed aanpakken. En sinds die tijd, bijna 10 jaar geleden, brengen we hem elke week, 4 keer in de week naar zijn werk. En hij ontvangt daar een bepaalde vergoeding voor. En dacht, als ik die vergoeding doorsluis naar Rotary, dan kunnen jullie met dat geld mooie dingen doen. Wij als drivers doen dat natuurlijk belangeloos, want wij vinden het gewoon leuk om te doen. We hebben er ook de tijd voor. En intussen is natuurlijk dat al jarenlang aan het lopen. We hebben al diverse projecten ingevuld met dat geld. En nu in dit geval konden we het heel mooi combineren in de sfeer van de rolstoel en de picknicktafel en de race runners. En het is natuurlijk heel bijzonder dat we dat vandaag nou zo in, met z'n drieën kunnen overhandigen aan de gebruikers. Rolstoeler Harry Zwart uit Teteringen was dus de eerste die mocht plaatsnemen aan de speciale picknicktafel in het Masbos. Hoe bevalt hem dat? Het lijkt een heerlijk rustmoment tijdens een wandeling. En het is een prachtige plek, dat moet ik absoluut zeggen. Je hebt hier een fantastisch uitzicht over een stuk weiland daar of een stuk natuur wat er prachtig uitziet. Het hier even rustig kunnen zitten is, denk ik, voor mensen in een rolstoel zoals ik, tijdens een wandeling altijd een fraai moment. Het bouwt even wat rust in. Het geeft ook de mogelijkheid om de wandeling wat verder te maken, omdat je ondertussen even kunt uitrusten. Dus het lijkt mij fantastisch voor mensen zoals ik die afhankelijk zijn van een rolstoel. Wat verderop in het bos, het Vlonderpad, ja. Het Vlonderpad moet je helemaal afgaan en dan kom je hier. Zou dat nog wel te vinden zijn dan door mensen en is dat geen bezwaar? Dat is misschien wel een punt waar we het nog eens over moeten hebben. Want het is inderdaad in de buurt van het Vlonderpad, het is een 100 meter verderop. Het pad is goed verhard hier. Ik denk dat je hier met alle rolstoelen wel overheen kunt om hier te komen. Maar er staan geen paaltjes bij of zo, hè? Of een bordje dat je hier naartoe kunt. Dus misschien dat de boswachterij er nog iets aan zou kunnen doen. Ik heb geen idee. Wouter de Kort is een van de mensen die veel voordeel heeft gehad van de nieuwe racerunner. Ja, ik kan normaal gesproken kan ik niet hardlopen zelf. En sinds ik in het ding loop, in deze racerunner, loop ik zo 5 kilometer. En wat heel belangrijk is, dat wij nou bij de atletiekvereniging zitten, dat gewone atleten en invalide mensen gewoon met elkaar integreren bij de atletiekvereniging. Ja, je maakt onderdeel uit van een vereniging nu, dat is leuk. Ja, precies. Het is zo belangrijk voor mensen met een beperking dat je onderdeel uitmaakt van de maatschappij. En voel je je verder goed erbij? Is het goed te doen? Ik heb sinds ik hier inloop, zijn mijn rugklachten dusdanig verminderd. Dat is gewoon geweldig. Ik heb geen last meer van mijn onderrug. Daarvoor kon ik bijna niks meer zittend doen of iets dergelijks. Het is allemaal sterk verminderd hierdoor. Kortom, deze runners die in het Denemarken zijn ontwikkeld, naar ik heb begrepen, dat is een geweldige vondst. Ja, dat is een geweldige vondst.